ook volstrekt onbegrensd. Dankjewel. Beheersbaar is, voor elkaar te krijgen is, maar zo'n beetje door de toekomst kijken, dat hebben we niet heel diepgaand gedaan. Voel je ook wel, tenminste zo heb ik het wel beleefd, dat is allemaal wel heel erg kwetsbaar. En dan kijk ik daarna even naar de begeleidingen, ook in het speciaal, of in het speciaal onderwijsdeel van het basisonderwijs, om het zo maar te zeggen. Of daar, en dat was eigenlijk de conclusie, een beetje aan het eind van de infrastructuur en breedband, uiteindelijk voor jullie een driedubbele noodzaak wordt om daar aanvullend de kwetsbaarheden zo lang mogelijk weer weg te kunnen zetten, want dat kan nooit de zorg zelf, het is altijd aanvullend. Het is in ieder geval wel een punt, en stond ook al als punt, dat breedband voor de eilanden wel heel driedubbel nodig is, net zoals ook voor ons platteland. En dat is een hele nieuwsgierige, om zo op zijn Fries een beetje te zeggen, nieuwsgierige, om daar volop in te gaan. Nieuwsgierig voor de Staten. Voorzieningen. En met name de onderwijskant en de zorgkant. Maar we gaan bijvoorbeeld ook naar de zeevaartschool en morgen hebben we een stuk ruimtelijke ordening. En we hebben vandaag al gesproken met Doeksen over de vaarverbindingen naar de eilanden en de ontwikkeling daarin.
Ik heet u allemaal van harte welkom. Ik vind, met name ben ik dankbaar omdat u toch op de vrijdagavond een stukje begin van het weekend de moeite heeft genomen om hier te komen en met ons te praten over het thema voorzieningen. We gaan hierna nog gaan we naar het Lauwersmeergebied over visserij. En we sluiten onze toeren af op Schiemoenenkoog in november over economie, recreatie en toerisme. En dan is het de bedoeling dat we alles wat we gehoord en gezien hebben als PvdA, en dat betekent zowel de landelijke PvdA, Tweede Kamerleden, als Europees PvdA, want de Europarlementariërs gaan ook mee, als statenleden vanuit de provincie en gedeputeerden, als mensen vanuit de gemeenteraad in Friesland, vanuit de PvdA en actieve leden zoals ik, met een hele delegatie bestormen we zo'n eiland en we nemen heel veel bagage weer mee terug om in ons werk hele goede en interessante dingen mee te doen. Het is allemaal redelijk helder allemaal. Ja, dit is een kenmerk van Het is te doen geweest volgens mij bij 2006 heb ik aan mijn collega gevraagd. Nou, dat was in het jaar 2005, januari, en ik zou graag weer 50-50 iedere week. Dat komt zo vreselijk hoog. Op een gegeven moment barst dat gewoon. Ja. Dat is een lijntje, hè? Twee stappen. Ja. Ze hebben ook thuis achter de zaak. Maar ik zou ook nog zeggen van, wat is nou het echt grote probleem? Dat is dat oplossen. De aanpas van wetten, aanpas van bezetting en materiaal. Komt het ook wel mooi uit, want de discussie over de SAR is net weer opgestart. Het is wel is het wel onderhouden over de. Ik had wel trouwens nooit gedacht dat die mensen. Maar dat is dus eigenlijk individuele overwachting inzetten, maar we zeggen het zo van toe, ja hallo, dat ga je maar collectief, dat financieren wij niet meer. Nou, laten we vaststaan dat het systeem met angsten voor iemand laat, dat waar het is opgezet, en dat je ook moet vaststaan dat het zo dicht gelopen is, dat het absoluut niet meer adequaat functioneert. Dat je dan maar beter aan inderdaad een huis half uurtje gebruikt wordt, terwijl de dingen gewoon heel erg duur zijn. Een advertentie in de krant kwam waar wel eventjes verder, maar die alfa-helpenden die komen dus niet, of nauwelijks. De HVZ-medewerkers wensen niet alfa-helpenden te worden, want die kelder als een gek in de. Tweede punt. Voor de bedrijfsgeneeskundige dienst van de SAR op zitten. Daar kan een MMT-heli kan daar op zitten. Soms als we erom. Dat jullie in Den Haag zien dat hier de Schelling en het hele Waddengebied bij Nederland hoort. Dat iedereen daar heel graag heen gaat op vakantie en dat daar niet zo'n bordje in Harlem. Die kamer. We kunnen ze namelijk koppelen. De mannen die beneden dus in de machinekamer bezig zijn het probleem op te lossen,